ik was vrij naïef en lief van aard. En de ghetto was dat niet. Ik werd behoorlijk gepest. Omdat ik zo'n klein postuur had, had ik gekozen voor Nunchakudo. Het zijn twee stokjes met een ketting ertussen. Ik ben uiteindelijk drievoudig Zuid-Hollands kampioen geworden, tweede van Nederland. Dus gedreven zijn, dat zit er altijd wel in me. Het is de eeuwige competitie met mezelf, maar ook het schoppen naar de maatschappij. Hier zo ja, werd je een beetje bestempeld als stof van de maatschappij, het rotzooi van de maatschappij die je het liefst onder de tapijt schuift. Ja, je wordt toch altijd beïnvloed door je omgeving, waar je mee omgaat. Dus ik heb een hele foute jeugd gehad en hele foute dingen gedaan in mijn jeugd. Waar ik helemaal niet zo, als ik erover terugdenk, niet zo trots op ben eigenlijk.